Oké. Yo, kijkers van de Gaming Guys. Welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Jamie. En het is weer tijd voor een nieuwe game video. Zo, ik heb de PlayStation al aan. Ik had alleen mijn controller en de tv nog niet aan. Waar is de afstandsbediening? Oh, hier. Ik heb hem. En televisie aan. Net of ik mijn stem bedien. Dat is niet zo. Zo hyper nieuws van de tv nou ook weer net niet. Ik heb nog vol. Nee, niet GTA 5. Ik zoek niet voor Piet. Was niet voor Piet. Dat was ik aan het spelen. Zo, niet voor Piet. Shift 2 Unleashed. Gaan we vandaag spelen. Ik heb er al een aantal auto's. Gaan we lekker even mee racen. Sorry als ik trouwens een paar keer door het scherm langs loop. Dat kan allemaal. Zo. GTA 5 terug in het hoesje doen. Kijk, Shift 2 Unleashed. Ga meteen aan. Ik pak mijn controller. Ik ga trouwens niet een of andere game lifehack nadoen, want ik heb volle batterij op mijn controller. Dat is namelijk om niet wireless te spelen. Eigenlijk best wel handig, want anders kan je kabel er zo uitvallen of dat je controller zo leeg is. Ik geef er een tip, als je PlayStation 3 hebt, kun je de sticks ietsjes omhoog doen. Ik geef je de tip, als je ergens heel precies wil zijn, moet je dat doen. Maar dat hoeft niet. Mijn auto is voor belang gedreven. Ik heb nog wel eens, genoeg stuur, want die... Ik heb het gas, die gaat zeg maar naar de kant waar het puur naartoe gaat. Daar geeft hij ook gas naartoe. En achter de aangedreven auto vliegt de achterkant eerder weg. Nee, is niet zo met een voorwiel aangedreven auto. Serieus, hier is zo'n cutscene volgens mij, zo. Mooi mannetje vind ik. Oh, dat is die driftgas. Dat gaan we denk ik even doen, we gaan denk ik even lekker driften. Dat vind ik namelijk best wel leuk. En ja, dat vind ik best wel leuk. Ja, gek stemmetje, hè? Ach, Jay. Ah, daar sta je op de camera. Ik ga helemaal niet vanaf editen. Gek stemmetje dus. We zien Sideways Fest en dan ga ik Miami Park Drift. Oh nee, niet met... Nou zit ik met de verkeerde auto. Ik heb trouwens een vette drifttune op deze auto zitten. Dus dat komt wel goed. Drift Aliens Nissan 240 SX. Die krijg je als je deze event doet, heb je die auto al. Want deze krijg je zeg maar als je de drift training hebt voltooid. Die heb ik voltooid, dus. E-brake gassen! Ken je van die reclame? Ken je misschien wel als je deze video kijkt. Ik kan het niet tegen jou, man. Van dat ze zeggen, gassen! Dat ze dat soort gehaktballen hebben met zo'n stukje peterselie erop. En dan zegt een andere, zegt, gast. Pak de peterselie eraf. Gast. En dat is niet zeg maar voor iedereen die vindt dat salade slecht decoratie is. Voor iedereen die liever een sixpack drinkt dan erin traint en zo. Dat is een andere. Dat is van de pizza burger. Zo'n ding wil ik echt een keertje. Pizza burger. Mam, dat eten we morgen. Dat zet ik nu vast vast. Morgen eten we een pizza burger. Dat zeg ik je nu vast. Ik heb geen zin om dat niet te moeten halen. Dus ik zeg het nu vast. Nee, ik ga geen 20 punten halen. Ik ben bang dat ik trouwens niet... I fucking did so. Did so anyway. Oh mijn god.
3 keep pushing. Ik sta derde op dit moment. Trouwens jongens, like zodat Milan dit ziet. Ik ben trouwens redelijk stil op dit moment. Want dat komt omdat ik best wel geconcentreerd ben op het gassen en op de remmen. Dat moet met driften, moet je daar heel geconcentreerd op zijn. Want trouwens, ik zou dit niet te veel spelen en daarna eens GTA gaan doen. En dat, want als je dan achteruit wil kijken, wat doe je dan in GTA? Juist ja, dan druk je op driehoekje. Dan zit er over voor mij een keer. In mijn eigen huis nou te benen. Mijn motorkap is eraf. Oké, dan gaan we nu eventjes een andere event doen. Die ik ook wel leuk vind. Dat is namelijk in Tokio ergens bij de docks rijden. Dat is veel, daar ben ik veel beter in. Dus ja. Dat is een keer online hoor. Zo. Ik kan denk zo eventjes zorgen dat ik genoeg geld helpt. Nou ja, dan ga ik gewoon naar de waar ik normaal ga. Ik ga normaal ga ik altijd hierheen. Dan ga ik Ford Focus ST filmt die trouwens. Ja, ik film nog. Oh, sorry. Filmt die hem. Staat hij erop? Oh, holy. Dit is hele slechte kwaliteit, zie ik zojuist. Zo, tik. Zo. Sorry trouwens van de slechte kwaliteit van de kwart. Dat ik stom was. Ik was stom geweest om na het inzoomen niet eventjes op de focusknop te drukken. Dan moet ik het focusknop. Ha, toevallig. Push, push, push. Doe ik. Gassen. In plaats van gassen. Dit vind ik trouwens best wel een fijne view zo. Want die, en tijdens het driften kan ik het echt niet. Gods. Stomme meneer en die stomme rot. Een baronje. Trouwens, hier in deze, in helmet view, is de. Hoe heet dat? Is het trillen van je controle minder erg. Minder erg dan in gewone cockpit view. Nico! Ik ga deze auto ga ik niet echt meer upgraden. Nee, wacht, ik ben niet meer gewend aan dit chappie. Dus ja. Dus ik ga toch ergens anders. Hier ben ik meer aan. Hier kun je sneller op het recht, over het rechte stuk scheuren. Daar is mijn auto goed in. Oh mijn god. Ik wil het Work. Ik wil Works Championship winnen. Dan krijg ik een RX-7. Ik heb namelijk wel een RX-8 en zo. Dat is allemaal leuk en aardig. Maar ja. Dat is een. Ja, niet echt een logische auto. Dat is zeg maar een FPI van iets van 1500, 6 of zo.
En dat is zeg maar een driftauto. Dus als je daarin gaat driften, dan vlieg je zeg maar door de bochten heen. En die, maar goed, die auto die doet zeg maar ook niet echt dat je... Dat die ook echt veel grip heeft ofzo. Die heeft niet echt veel grip en die heeft dus ook ziek veel pk. En ja, op een muscle car, goed. Op een driftauto, nou, nee, niet echt. Ik ben trouwens ook zelf een 42 sectie aan het bouwen. Dat is echt een snelle 42, dat wordt echt een super snelle 42 SX. Maar eerst ben ik bezig met mijn Golf Mark 1 GT. Want op de een of andere manier heb ik in deze game iets met voorwielaandrijving. In het echt zou ik liever veel liever achterwielaandrijving hebben. Want dat schijnt beter voor topsnelheid. Oeh, als ik 180 of sneller rijd, krijg ik XP voor hoge snelheid. Zo, weet je wat wel grappig is trouwens? Ik zal het straks eventjes laten zien in de tuning sector. Dan ga ik gewoon eventjes een random tune maken. Een top speed tune, denk ik. En dan zal ik even op dit circuit zal ik dat even laten zien. En dan doe ik het zeg maar de achterkant heel weinig grip heeft. Bijvoorbeeld super veel camber erop. Zo, ik ben nu alweer sneller dan lap 1. Want dan heb ik niet dat world record op deze 1 minuut 51 was. Zo ja, heb ik zojuist de wereldrecord gebroken, maar ik denk het niet. Want ik zit in een fucking voorwiel aangedreven auto. Nitro! Psh. High speed. En 197 km per uur. En across the line! Rekt. Jee, dan kan ik een nieuwe auto kopen. Dat ga ik ook zeker doen. Dan ga ik namelijk een nieuwe driftauto maken. Want ik heb nu wel die 240 SX drift aliens, maar dat is heel leuk. Die drift goed. Maar... Dus ja, dan gaan we even terug. Garage. Die Carlotte. Dan gaan we naar Toyota, die ook de lelijkste auto ooit heeft gemaakt. Oké, dat is een goede auto voor het milieu. Hoe kun je shit. Als iemand een mooie auto wil, kopen ze geen Prius. Dan kopen ze eerder een Ford GT of een. Oh, die kosten. Of een Ford Focus. Dan Toyota zou moeten kopen, zouden ze altijd nog een Supra of zo kopen. Zeg maar zo, nee, zo eentje. Zo eentje heb ik. Die is fijn, jongen. Oké, ja, is niet al te snel. Hij kan maar 228. Maar het is een lekker bakje, joh. Deze gaat wel snel. Dit is een tijdje snelste auto van de wereld geweest. Oh mijn god, deze wil ik. Deze ga, daar ga ik voor sparen. Porsche Cayman S. Deze wil ik echt hebben. Ook een keertje deze. Dan maak ik hem rood. Oh, deze wil ik ook. Ik wil in dit spel wat meer. Dan kan ik echt allemaal niet betalen, maar. Maakt niet uit. Het is een. Oh, geen auto. Sla iemand. Het is best nog een geinig pakje. Maar hier zijn we naar op zoek. Boom, boom, man. Oh, dan is die RX even sneller. Maar dit is een bazige auto. Dit is de... Als je GTA 5 hebt, dan heb ik hier de Vito. En dit is zeg maar de Banshee. Dan, kijk, deze zou ik eerder kopen dan Supra. Dan zou ik ook deze Corolla GTS AE86 zou ik eerder kopen. Of een nee, niet eerder dan een Supra. Supra zou ik denk ik wel eerder kopen dan zo'n ding. Als ik zou moeten kiezen, zou ik voor een Supra kiezen, want die is een stuk sneller. Want dat maakt natuurlijk mij weer uit.
Nee, wacht, ik moet naar de drivetrain. Deze wil ik, en vooral deze. Zo, ik ben even aan het kijken hoor. Oh mijn god. Oh my god. Deze wil ik. 100% uit de spaar. Natuurlijk wil ik ook deze wel, maar ik wil eigenlijk wil ik het liefst deze. Kijk dan hier. Oh, dit is... Ik zie wel een YouTuber die deze heel graag wil hebben. Black Panther. Als Black Panther deze auto ziet, zou hij hem heel graag willen hebben. Dat is namelijk een Ryzer. Deze wil ik natuurlijk ook wel. Maar goed, laten we daar allemaal niet over gaan lopen fantaseren. Ik ga even. Yes. Zal ik ook doen? Nee, gewoon niet. Ik ga denk ik nog even een raceje ermee doen. Nee, ik ga zeg maar nog even een zo'n race doen. Nee, niet kort. Doe die race die ik net deed, doe ik nog even één keer. Doe deze nog een keertje. Want dan ga ik lekker, ga ik hier nog een beetje geld verdienen. Dan gaan we eventjes de auto upgraden. En dan, want sommige upgrades moet je doen om een tune te krijgen. Er is namelijk maar één dingetje wat je standaard, op een standaard auto kan tunen. En dat is, holy shit, ik ben al 17 minuten bezig. Dat is een, dat zijn de druk op de band. En in mijn als ik een top speed tune maak, geef ik de banden echt maximale druk. Zo. En trouwens jongens, ik ga denk ik hierna denk ik nog eventjes een video maken. Hier zag je dat? De voorwielen die draaien sneller eerst dan de achterwielen. En dan een burn-out. Gast op de bocht. Weglichting. Bop, 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 bop. Bop, bop. Trouwens, misschien dat je naast op de PlayStation, als je de PlayStation kan zien, het lijkt me eigenlijk sterk, maar als je hem kan zien, er ligt een camera op. En die camera, dat is mijn nieuwe vlogcamera. Moet alleen even oplaadbare batterijen in. Die komen er ook wel zeker in. Dan kan ik hem ook nog gewoon opladen. Dat is een stuk goedkoper namelijk. Maar iedere keer een nieuwe batterij erin doen. Dat is niet handig. Ik ga trouwens een keer... Een challenge doen die ik zelf heb bedacht. Die noem ik de Rally Car Challenge. Dan heb ik een auto gemaakt voor offroad en dan ga ik de hele race offroad rijden. Alleen dan moet ik eventjes iets verzinnen op het trail. Dus offroad. Haha, zag je hem door de bocht slippen? Dan heb ik ook een Focus gekocht. Voor wiel aandrijving. Want deze Focus kost iets van 15.000 of zo. Maar 20.000 kost die. Ik had ook wel een andere auto kunnen kiezen. Zeker dat ik dat kan. Maar wat het een beetje is, als ik een andere had gekozen. Kijk, zeg maar hier. Ja, die BMW die heeft mij zojuist ingehaald. Dat mag niet. Ik zou die niet trouwen. Ga ik niet winnen. Maar dat maakt niet zoveel uit. Ja, ik heb wel genoeg geld om een paar binnen te krijgen. Bijna.
echt jammer dat je hier niet dingen met de mechanicus over je auto kan bespreken. Want dan zou ik tegen hem zeggen bedankt, want de auto was weer geweldig vandaag. Dat zeggen sommige racers. Van die Engelse racers. Die zeggen dan op Twitter, als ze een race hebben gewonnen of tweede zijn geworden, dat ze in ieder geval goed hebben gepresteerd. Dan zeggen ze, big thanks to the mechanic, the car was great today. Ik ga denk ik hier de video eindigen. We zitten al op 20 minuten. Nou, volgens mij kun je de PlayStation wel zien, er ligt een camera op. Maar ik ga hier de video eindigen. Zo. Hij staat gefocust op één specifiek punt. Zo, kijk, daar ligt mijn camera. Zeg ik tegen jullie, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je hem ook leuk vond. Als je dat vond, doe dan alsjeblieft even een like. Dat is namelijk gratis. Doei.